Ja, iedereen happy, want beter kon deze overwinning van ADO niet worden getimed. In de studio praten wij met Sjaak Polak en met Jim van der Del. Sjaak, wist jij dat Mike van Duinen zo geweldig kon schieten met zijn linkerbeen? Ik wist dat hij geweldig kon voetballen, maar zo kon schieten met links, nee, dat heb ik nog niet gezien. Wat een fabelachtige, knappe goal maakte. Ja, fantastisch. Schiet hem gewoon perfect in. Hij had aangepakt moeten worden rond de middenlijn. Maar ja, als je snelheid hebt, dan wordt het al lastig. Ja, en hij schiet hem gewoon fenomenaal het dak in. Ja, en dat is een verdiende goal. Verdiende overwinning ook? Ja, absoluut. Als je ziet hoe ze de wedstrijd hebben afgedwongen. Ze hebben wel wat kleine kansjes weggegeven, maar al met al, als je de hele wedstrijd bekijkt, dik verdiend gewonnen. Ja, ADO komt op 2-0, Jim. Maar uiteindelijk wordt het ook wel weer vrij snel 2-2. En dan lijkt ADO achterin toch nog wel kwetsbaar, hè? Nou ja, goed, die, met name die 2-2 mag niet vallen. Dat is communicatiefout tussen Coutinho en Beugelsdijk. Dan is het 2-2 en zeiden wij op de perstribune tegen elkaar, hier tekenen we ook voor, want 4 goals geleden tekenen we ook voor 0-0. Ja. Dat zou gewoon een prestatie zijn tegen de koploper. En vergeet niet dat FC Twente momenteel 9 doelpunten tegen heeft, waarvan 3 tegen ADO Den Haag. En dat vind ik ook een prestatie van ADO. Zou je kunnen zeggen, of is dat iets te optimistisch, het lek bij ADO is boven? Nee, het lek is nog niet boven. Maar ze moeten wel dezelfde strijdwijze leveren. En het voetballend vermogen leveren als tegen FC Twente. Want je moet je niet vergissen, FC Twente is gewoon een hele goede ploeg. Ja, en als je daar gewoon 3 goals tegen kan maken, dan kan je tegen iedereen doen. Ja, maar als je zo speelt zoals Tom Beugelsdijk tegen Twente speelt de rest van het seizoen, dan kom je wel heel dicht bij het lek wat dan naar boven komt. Ja, want die zei voorafgaand, hè, van we moeten veel meer daadkracht tonen. Ja, hij heeft dat laten ook zien. Hij speelde een fantastische wedstrijd. Goed, hoe dan ook. Het gevoel en het vertrouwen zal bij ADO op dit moment toch dik in orde zijn. Dinsdag wacht in de beker MVV als tegenstander. Wij gingen vandaag nog even langs. Hoe anders sta je erbij als een week geleden? Ja, heel anders, want dat was een heel hectisch weekend met een hele slechte wedstrijd. In ieder geval een hele slechte tweede helft tegen Zwolle. Met daarna de commotie rondom het opwachten van de spelersbus. Maar dat hebben we met z'n allen heel snel afgesloten en heel snel de knop omgezet richting het kunstgras en richting Twente. Dan is er na die wedstrijd in de afgelopen week, de week na Twente toe, is er veel gesproken. Wat hebben die gesprekken opgeleverd? Ja, in ieder geval dat het af en toe vreemd is dat je tegen een aantal ploegen het wel op kunt brengen om het uiterste uit jezelf te halen. Tegen Vitesse, tegen PSV in de thuiswedstrijd, met name de tweede helft. Ja, en dat dan bij Zwolle uit dat we dan de tweede helft zo door het ijs zakken. Dat met name, want de afspraken die we gemaakt hebben en de manier van spelen was exact hetzelfde als tegen Vitesse. En die is ook nog eens exact hetzelfde geweest als tegen Twente. Dus we hebben wel degelijk weer laten zien dat we het kunnen. Dus ja, dat hebben we wel in die week geprobeerd te benadrukken. Ja, het was een vervelende ADO-week door die 6-1 nederlaag van vorige week bij PEC Zwolle, Sjaak. En dus zijn er gesprekken geweest, waaronder de spelers onderling. Wat vind je daarvan, dat ze dat doen? Ja, ik vind het eigenlijk een eerste instantie een triest iets. Waarom? Want je geeft uiteindelijk voor aan het bestuur en de raad van commissarissen van er zal wel iets niet goed zitten bij de spelersgroep naar de trainer toe. Maar aan de andere kant vind ik het wel een positief iets. Want je kan zien dat de spelers nu wel beseffen dat het 2-12 is. Dat ze het bij zichzelf moeten zoeken. Dus uiteindelijk komt dit wel op een goed moment natuurlijk. Want als je dan dit weekend van de koploper wint, dan hoor je niemand meer. Uit die gesprekken is ook gebleken dat een enkeling, en Gerson Cabral wordt daarin met name genoemd, het vervelend vindt dat bijvoorbeeld zijn trainer Maurie Stijn al plein publiek kritiek op hem levert. Ja, je speelt betaald voetbal. Ja. En daar heb je met kritiek te maken van de pers, van de supporters. En ook van je trainers, maar ook van medespelers. Ja, je zal het moeten accepteren. En als je niet goed speelt, dan krijg je het te horen. Ja. Maar moet je dan alleen de wijze man uit gaan hangen als je goed speelt en dan je naam alleen willen horen? Maar ik denk niet dat het zo werkt. Hoe gaan die gesprekken dan, Sjaak? Nou, als je niet goed speelt, dan is het, wat denk je ervan? En dan krijg je een discussiepunt. Maar jij dit en jij dat. Nou, ik was meer van de oude stempel van je moet poetsen. Als je het niet lukt, dan ga je hard werken. Ja, en dan kijk je altijd eerst naar jezelf. Ja, en als dat niet lukt, dan denk ik dat je ook niet in een groep past. Ja, dan moet je op gaan passen. Maar komen er dan alleen maar winnaars uit zo'n gesprek of zijn er ook verliezers? Natuurlijk zijn er verliezers, want je wil uiteindelijk die discussie, wil je winnen. Maar die ga je niet winnen als de merendeels van het groepie tegen je is. En ook nog eens een keer de pers, ook nog eens een keer de trainer.
de mensen eromheen, de supporters, dan ga je nooit winnen. Ja, maar goed, de uitkomst van het gesprek was dus dat de spelers nog altijd een vertrouwen hadden in de trainer. Nou, dat hebben ze uitbetaald. Kun je niet anders zeggen. Ja, maar wel volhouden. En ik heb altijd al gezegd, ook hier in de studio, Mauricie zit hier niet fout. En ja, daarom heb ik al eerder gezegd, de groep die moet het uiteindelijk bij zichzelf gaan zoeken. Je kan heel makkelijk de trainer de schuld geven. Maar wat ik wel heel mooi vond, is dat Stijn bijna het veld inliep. Ja, en bij de persconferentie met tranen in zijn ogen zat. Hij was echt emotioneel, ja, hè? Hij was heel emotioneel, ja. Maar dat is begrijpelijk. Ik heb zijn vrouw zien zitten op de tribune. Dat is logisch, want het doet wat met je als coach zijnde. Want je kan zeggen, het is een ijskonijn, maar ja, het is zwaar. Maar dan hebben jullie wel het idee, nu ADO zo zaterdag zou voetballen, dat ja, die plek 10, wat men graag wil, gewoon wel weer haalbaar is dit seizoen? Ja, als je kijkt naar dat gat naar nummer 1, dan zou je zeggen van wel. Ja, dat is nu 9 punten, ja, met nog 1 wedstrijd te gaan. Dat is niet zoveel, inderdaad. Ja. Ja, goed, dat is misschien wel weer te euforistisch dat je dat nu gelijk zegt, plek 10. Laten we eerst maar eens aan de onderkant weggaan, richting plaats 10. Voordat je zegt van plaats 10 is haalbaar. Maar ik denk nogmaals, dat als je de instelling van Tom Beugelsdijk op 11 spelers neer kan leggen, dat je dan een eind kan komen. Jaak, durf jij als oud-voetballer van onder meer ADO en ook Twente, en je kijkt dit weekend weer naar al die wedstrijden in de Eredivisie, je überhaupt nog te wagen aan wat voor voorspelling dan ook? Want knotsgekker als we nu meemaken, is niet te geloven. Ja, is mooi, hè? Jij vindt het mooi? Ja, ik vind het schitterend. Als de één denkt dat hij er al is en die gaat op zijn bek, ja, dat is mooi. Twente verliest van ADO, maar is toch gewoon nog steeds koploper? Dat kan. Ja, ik denk dat ze gewoon nog heel erg blij zijn achteraf. Maar ja, Ajax die speelt ook niet des Ajax. Ja, en PSV die ook nog eens een keer een moeilijk heeft. Fijn dat Fries van Heracles. Ja, dat is ook onvoorstelbaar. Daarom zeg ik, dan denk je uiteindelijk dat er heel veel clubs ja, denken van, oh, daar gaan we nou eens eventjes eroverheen. Maar dan gaan ze gewoon keihard op een smoel. Ja, dat is toch mooi. Ja. Wat ik mooi vind is dat je op vrijdag denkt van ADO Den Haag krijgt het heel lastig tegen Twente. Stel je voor dat ze niet winnen, dan is dat geen ramp. Want Ajax wint wel even van RKC. Ja. En NEC wint niet van Heerenveen. En dat is dus uiteindelijk nu op maandag niet het geval. Nee. Dat is toch bizar. Ik dacht er zo ook over. Maar als je dan ADO ziet spelen op dat nieuwe kunstgras met de strijd en beleving. Ik zie die Beugelsdijk zie ik ook nog eens een keer zo langs die rechterkant opkomen stomen. Ja, die bal kwam dan wel niet aan, maar gewoon ook in een sprint terug. En dan denk ik van, hé, die boodschap is waarschijnlijk nu wel goed aangekomen. Ja. En het gesprek heeft gewoon geholpen, want kan niet anders. Jim, kunnen we verwachten dat ADO zich dinsdag plaatst voor de volgende ronde in de beker bij MVV? Nou, op papier wel, maar volgens mij heeft MVV niks te verliezen. En dan vraag ik me weer af, Sjaak, hoe ging dat vroeger op jullie? Want dan speelde hij als Eredivisieclub tegen een topklasser of hoofdklasser of Jupiler League club. Lijkt het maar lastige wedstrijd. Is lastig, want je zit in de bus. Je denkt toch een speler van, ons wil maar niet verliezen. Want je weet, als je dan verliest, ja, dan krijg je weer een hele hoop stront over je heen. Zo werkt het. Je moet gewoon spelen zoals je tegen een Ajax speelt, tegen een Twente speelt, tegen een PSV speelt, tegen een Feyenoord speelt. Ja, dan moet je met alle respect voor de amateurs moeilijk overheen lopen. Maar ga je te makkelijk de bus uit. MVV zijn geen amateurs, hè? Nee, oké. Maar je bent een grotere club. Je speelt in de Eredivisie. Structureel sta je er al een hele tijd. Is gevaarlijk. Is gevaarlijk. Deze flow moet dus worden meegenomen dinsdag naar Maastricht en dan het weekende bij AZ. Want dat is de volgende tegenstander. Ja. Jim van der Hel, ADO-watcher, wel bedankt. En Sjaak Polak, ja, we vonden het weer leuk dat je er was. Graag weer tot een volgende keer. Dankjewel. En in deze uitzending is het nog niet helemaal voorbij wat het voetbal betreft. Want later in deze uitzending hebben we nog Giovanni Korte, ADO-huurling, die nu furoren maakt bij FC Dordrecht.